Kan iemand vertellen hoe we dat snijpunt noemen? Daphne. Ja, tuurlijk. Dat is evenwicht. Heel goed, Daphne. Wakker geworden. Mooi ding. Speel je ook de cue? Zou je eens moeten proberen? Kopje thee? Nee, dank je. Ik probeer zijn computer te kraken. Ik kan ook mee naar de politie. Ik laat die gast liever zelf schrikken. Knap werk. Heb jij morgen wat te doen? Hi, Sam. Ik ben een zakenpartner, Raymond. Heb jij in die envelop gekeken? Nee. Licht. Het staat er op het sticky. Installeer dit op je computer. Dus het volgt vanzelf. Ik hoop alleen wel dat je begrijpt wat het betekent als we je nu binnenlaten. Wat staat er over in de algemene voorwaarden? Hongarije, Oakland, New York, Rotterdam. Waar kom je hier aan? Gekocht. Heel goedkoop via Amazon. Ik heb nog één klein cadeautje. Weet je weten wat je maakt, hè? Twee klanten hebben politie aan de deur gehad. Volgens mij moeten we alles even stillen. De grootste distributeur uit Zuid-Amerika wil met onze zee. Jij wilt nu doodleuk stilleggen. Maar hij slaat door. Raymond heeft jou er alleen bij gehaald om de schuld af te kunnen schrijven als misgegaan. Zijn rekeningen leeg gehad. Weet jij er iets van? Het begint echt op hem te lijken, weet je dat? Wij mogen geen fouten meer maken. Wat voor spelletjes bij jou?